Hoi man, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie de video die ik afgelopen maandag beloofd had. Namelijk de video van het andere deel van het huis en het andere deel van de stallen. Dat ik die zou laten zien en dat ik wat dingetjes laat zien waar we nu mee bezig zijn. Ik wil jullie van tevoren wel alvast waarschuwen. Het is echt een rotzooitje nog overal, vooral aan de andere kant van het huis. We zijn namelijk heel veel dingen een beetje aan het verbouwen en aan het doen. En er moeten nog een aantal dingen gedaan worden. En wat spullen moet hierin. Dus het is best wel een beetje een rotzooitje overal. Maar ik denk het wel leuk om te laten zien. Ik sta nu in het bijhuisje van mijn... in ons bijhuisje, het huisje van mijn opa en oma dus. Die heb ik in de vorige video gezien. Als je die video nog niet hebt gezien, daarin laat ik namelijk dit huisje zien. En het eerste gedeelte van de stallen en alles buiten. Kijk dan eerst eventjes die video, want daarin leg ik ook een aantal dingen uit. Ik zal hem even hierboven het i'tje plaatsen. Dat is wel handig als je die dan even eerst kijkt. Maar goed, nu ben ik dus hier in het bijhuisje en ik had beloofd dat ik wat dingen zou laten zien wat ik aan het doen ben. Ik zal straks ook in het andere huis laten zien. Maar in deze kast zitten allemaal planken. Het is echt een rotzooi. Ik heb alle spullen hier op de grond gegooid. En deze planken die zijn niet zo mooi. Kijk, die zijn eigenlijk allemaal een beetje stukkig en ja, gewoon niet zo mooi. Dus ik ben ze aan het beplakken met van dat plakpapier. En hier zie je het een beetje. Het is van dat soort van, het lijkt alsof het van dat marmer gesteend is. Maar eigenlijk is het dus gewoon plakfolie. Ik heb hier de rol liggen. Kijk. Hier is hij. En ik ben nu met deze kast van mijn opa en oma bezig. Want ja, zij vonden, ik heb het aan de andere kant ook al gedaan. Voor mijn moeder, zeg maar, een kast. Die zal ik straks laten zien. Maar zij vonden het eigenlijk zo leuk dat ze het ook hier wilden. Ik heb het aan de andere kant een ander kleurtje gedaan. Maar ja, ik denk dat ik eerst even nu het buitengedeelte ga laten zien. Dus van het andere gedeelte van de stallen buiten. En daarna gaan we daar naar binnen naar het huis toe. Dus blijf allemaal kijken. Oké, nou ik loop nu buiten. En voor even jullie beeldvorming waar we dus nu zijn. Hier is dus de ingang van het bijhuisje van mijn opa en oma. En hier is die van ons. Daar aan de voorkant zit het hek. En dan zit hier die grote overkapping. Oh, dat kan ik trouwens ook nog even laten zien. Ik ben hier bezig met wat schilderen. Daar ga ik zo meteen mee verder. Kijk, hier dit dienplaatje, dat was niet zo mooi meer. Dat was eigenlijk een beetje deze vieze kleur. En dat ben ik nu helemaal wit aan het maken. En daar hoort dit bij. Dat moet ik ook nog eventjes doen. Daar ben ik dus nu mee bezig, onder de overkapping. Want mijn moeder wil de verfgeur niet binnen. Maar goed, hier was dus nog de bak. En het huisje van mijn opa en oma. En hier zit het kleine schuurtje nog, maar dat hadden jullie allemaal al gezien. Loop ik eventjes hier door het hek heen, want dan gaan we naar de stallen toe. Want de vorige keer heb ik aan jullie alleen het gedeelte laten zien waar de tractor en zo onder staat. En de twee merriestallen. En toen dacht ik, anders wordt het wel een hele lange video, dus ik plak het gewoon in twee delen. Dat is misschien ook nog wel leuk ook. De stallen hebben namelijk nog een ander deel. Het is allemaal nog best wel donker, maar ik heb in de vorige video ook al gezegd dat er komt een nieuw dak op. Dus daar gaat ook nog wat allemaal aan veranderen. Ik heb even sleutels gepakt. Ik hoop dat de goede hierbij zit. Even kijken. Dat hij gewoon... Oh, hij is gewoon open. Ik heb helemaal geen sleutel nodig. Nou, kijk. Dit is een soort... Ik ga even naar binnen. Hopelijk pakt hij het licht dan beter. Ja, dit is een soort van garage van mijn opa. En mijn vader, denk ik. Ik weet niet van wie het precies wordt, maar het is van beide. En hier achter deze wand... Zit zeg maar die ruimte waar het stronend hooi komt te staan. Wat ik in die vorige video uitlegde. Dat is dus waar nu die blower of hoe dat ding ook heet. Ik weet niet precies meer hoe het heet. Maar dat gekke ding voor het weiland ligt. Dit is dus een ruimtentje waar de werkspullen. Hier staat een tafel, een werktafel. Hierachter zit een ding. Dit wordt een beetje van mijn opa en mijn opa en oma. Nu staan hier ook al wat fietsen. Het is denk ik oorspronkelijk bedoeld als zadelkamer. Omdat hier hangen ook van die hoofdstelhangers en zo. Dus ik denk dat dit eerder altijd de zadelkamer was. Wij hebben dat ook wel overwogen om hier de zadelkamer van te maken. Omdat het best wel een mooie ruimte is. Maar we gaan dit toch op een andere plek. Want hier hingen alle spullen voor de schuur, voor de werktuigen en zo al. Dat we dachten, we doen het op een andere plek. En die plek ga ik jullie ook laten zien. Dan gaan we hier zeg maar aan de voorkant van de stallen. Heb je dus drie deuren. Die eerste doorgang daar, dat is voor de merriestallen. Deze is voor het schuurtje dat ik jullie net liet zien. En hier gaan we naar binnen voor de andere kant. En ik vind dit echt de minst leuke ingang om nu in te gaan. Ik heb dit namelijk nog niet schoongemaakt. Daar zijn we nog mee bezig. Maar we willen eerst eventjes het huis. Zodat we daar allemaal kunnen slapen straks. En dan gaan we verder aan de stallen. Maar er zitten dus nog best wel heel veel spinnen hier. En ook nog wel wat andere beesten, denk ik. En ik ben niet zo fan van
beestjes, kleine beestjes. Dus ja, het is ook best wel donker hier. Ik ga, hopelijk kan ik een beetje licht creëren met de lampen en met de buitenlicht. Maar hierachter zit dus dat hondenhok wat ik vertelde vorige keer in de video. En die loopt hier via zo'n luikje door naar binnen. Niro. In dit hok hierachter. Ja, dit gaan wij verder niet gebruiken. Misschien dat we dit wel afbreken, dit stuk. Ik weet het nog niet precies, want wij hebben wel een hond, maar niet zo'n... die van ons zit gewoon binnen, zeg maar. Die is daar ook helemaal op gewend, dus die kunnen we nu niet ineens naar buiten gaan knallen. Ja, er zit, hier zit een grote zadelkast. En deze hebben we super lief gekregen van de vorige bewoner. En daar zit iets heel erg leuks in. En dat ga ik zo meteen aan jullie laten zien. Dan moet ik even binnen de sleutel halen. Dus ja, dat ga ik eerst wel even doen. Dan ga ik verder met deze video. Oké, nou, ik heb de sleutel eventjes gepakt van de zadelkast hier. Ik ga hem eventjes open doen. De spinnenwebben hangen gewoon boven mijn hoofd. Ik hou zo niet van. Maar goed, oké. Deze open. Zo, wacht even. Oké. Oh, wauw, hier hangt ook nog iets. Maar, het ding wat ik jullie wilde laten zien, was dit. Want, ik heb namelijk een dressuurzaal. Eigenlijk is die van mijn zusje en mij samen. Maar, ik had laatst al gezegd volgens mij dat ik een dressuurzaal had. Ik weet niet meer, in een video volgens mij dat ik de nieuwe beugels van mijn zusje ging laten zien. Nou, I don't know. Maar, we hebben dus... van die vrouw die hier eerst woonde een dressuurzadel gekregen. En ik ga hem wel eventjes ophangen, dan kunnen jullie hem even zien. Oké, kijk, dit is hem dus. Tadaa. En nu zul je denken, maar je bent toch een springruit en je wilt springpaarden. Klopt. Maar ik heb de laatste tijd ook wel wat vaker op een dressuurzadel gereden. En ik vind het toch ook wel fijn als ik een keertje echt goed dressuurmatig aan het trainen ben om dan een dressuurzadel op te doen. Het zit toch wat makkelijker hier af en toe. Maar ja, en ook voor mijn zusje een beetje dat we in ieder geval ook een keer samen kunnen rijden met twee zadels. Dus dit is hem en ik ben er echt super blij mee. Ik vind hem echt heel graag. Mijn zusje heeft hem laatst al een beetje schoongemaakt. Hij moet nog wel een keertje ingevet worden weer. Maar ja, eigenlijk is het gewoon een super net zadel. 17,5 inch, dus die is perfect voor mij. Of 17 inch, ik weet niet precies, één van de twee. Volgens mij 17,5, maar hij is gewoon goed. Dus ja, hij is eigenlijk best wel erg mooi en ik ben er heel erg blij mee. Oké, nou hier zit de zadelkast. De zadel hangt weer netjes in. Ik zal hem zo eventjes dicht doen. Maar dan zien jullie daar de staldeur. En die onderste staat open. Die hebben we even open gelaten. Maar ja, dat is dus. Ik zei jullie net dat dat niet is. Die schuurde zadelkamer niet gaat worden. Dat gaat die stal namelijk worden. Ik zei dat we 8 stallen hadden. Dat klopt ook. Maar we hebben eigenlijk ruimte voor 7 paarden. Omdat we gaan die stal. Ja, gaan we omtoveren tot een zadelkamer. Omdat wat het is. Is dat met deze stal die heeft. En nergens iets naar de buitenkant, zeg maar, uit. Dus alle stallen die kunnen, zeg maar, uitkijken op buiten. Dan kun je de stal weer open doen. Dan kunnen paarden met hun hoofd naar buiten. Behalve deze stal. En ik vind het toch wel fijn als paarden, zeg maar, gewoon ja, naar buiten kunnen kijken. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een hele simpele stal. Die kun je ook vanuit, vanuit de stroopslag zien. Dus daar gaan we gewoon de zadelkamer van maken. En ook is het niet echt ideaal om hier er doorheen met een paard te moeten met deze deur. En aan de andere kant ook niet echt heel ideaal. Dus die stal ja, wordt waarschijnlijk de zadelkamer. En ik ga nu even kijken of ik hier onder de spinnenweb doorga. Oké. Okay. Ja, ik ben echt niet zo'n fan van vieze ruimtes. Hier zit dan een doorgang. En kijk, die stal heeft hier ook niks uit. Kijk, dus we kunnen ook niet dit muurtje of zo weghalen. Als het ware, waardoor we dat paard het dus wel krijgen. Hier zit een deur. En deze deur die leidt hier op de andere kant. Dus ik ga eventjes omlopen. En dan laat ik zo meteen zien waar die deur op uitkomt. Maar dit is dus in ieder geval dit gedeelte hier. Het is best een ruime ruimte. Dus hier kunnen we ook nog... Oké, nou, ik sta nu weer buiten bij de... ik kom zeg maar door het gangetje met de merriestallen. Hier naar buiten bij de buitenstallen. Die hebben jullie al vorige keer gezien. En ik had eerst gezegd dat Mojito waarschijnlijk een merriestal zou krijgen. Maar dit zijn plannen zijn toch eventjes gewijzigd. Mojito die krijgt of deze stal, de middelste hier. Ja, die ziet er gewoon zo uit, zeg maar. Of Mojito, die krijgt de stal hier, de buitenste hier. Die ziet er zo uit. En dat heeft namelijk de volgende reden. Er moet dus een nieuw dak op. En het dak die lekt op enkele plekken. En de afgelopen weken heeft het echt heel hard geregend.
En toen zijn we erachter gekomen dat daar in die merriestallen het best wel heel erg lekt. En dat wil ik natuurlijk niet. En deze twee stallen hier, ja eigenlijk drie, maar die stal daar ligt nog wat, zeg maar, ligt een hele diepe kuil in. Omdat daar hebben ze, dat kan ik wel snel laten zien, omdat ze daar de wateraansluiting nog aangesloten moet worden. Dus dat gat ligt nog open. Hier, kijk. Dat gaat best wel heel erg, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ja, die kan zeg maar nog niet gebruikt worden. Dus vandaar dat Mogito in een van deze twee stallen komt, die zijn eigenlijk ook heel ruim, heel mooi. Dus er is niks mis mee, ik denk in deze, want deze is het meest ruim en mooi. Dus ja, als je er dan hier nu in gaat, ik ga hem even open doen. Yes, het zit allemaal nog, het moet allemaal nog een beetje mooi gemaakt worden. En ik ga denk vanaf volgende week, of over twee weken, want volgende week ben ik niet hier. Dan ga ik het helemaal met hoge druk spuiten, schoon spuiten. Zodat die week daarna de paarden waarschijnlijk kunnen komen. Of paard, maar ja, paarden, ik heb er niet echt eentje. Maar ja, dit is dus de stal. Nou ja, en het ziet er nu allemaal niet zo super mooi uit. Maar ik denk als je er even de hoge druk spuiten doorheen had, dat het echt al heel veel verschil maakt. Ja, dan gaan we er hier eventjes nu uit. Even kijken hoor. Die open moet. En kijk, weet je waarom ik net zei? Is dat hier kunnen de paarden heel makkelijk naar buiten. Aan de hand ook. Maar om door dit smalle gangetje heen te lopen. Want daar zit die deur die jullie net vanaf de andere kant zeggen. Dat werkt niet echt. Dit is best wel heel erg smal. Kijk, dat kan misschien met een kleine pony een keer. Maar dat is niet echt om met paarden doorheen te lopen. Dus vandaar dat we die andere stal zadelkamer om gaan bouwen. Omdat het gewoon geen optie dat daar een paard komt te staan. Ja, en deze stal, ja, daar moet nog iets anders voor komen. Want dat rekje is natuurlijk best wel een beetje fragiel. Zo, ik weet niet hoe je dat noemt. Voor een paard, zeg maar. Als die daarin komt, dat is natuurlijk zo door. Ja, zoals ik zei, zit daar die deur waar je dus doorheen gaat. En de reden dat ik er net niet doorheen wilde, is omdat ik meer dat er waarschijnlijk heel veel spinnen zitten, zeg maar. Maar ja, het moet gewoon even schoongemaakt worden. Ook weet je, zoals hier is het allemaal vogelpoep en zo. Nou, dat is als er straks een ander dak op komt, is dat al heel anders, denk ik. Ja, hier zit dan dus nog zo'n stal. Ja, weet je, dit soort... Oh my god. Dit soort dingen, zoals dat stroom hier. Dat wordt natuurlijk straks als dat nieuwe dak erop zit ook allemaal omhoog en verborgen en zo. Zodat het niet in de weg zit. Maar ja, dit is dus in ieder geval nog die laatste stal. En hier kun je misschien die opgraving iets beter zien. Ja, dit moet dus gewoon even... ja, dat moet gewoon gedaan worden. Maar deze drie stallen... Zo, deze en die... Die stallen, deze twee stallen zijn eigenlijk al zo goed als klaar. Die moeten alleen nog, zeg maar, die moeten natuurlijk al opgestrooid worden en even schoongespoten worden. En dan de merriestallen, daar kunnen ze op zich ook in. Maar ja, er moet eerst dus een nieuw dak op. En dan hebben we dus hier ruimte voor drie paarden. Dit stuk. En daar in de merriestallen dus nu eventjes voor twee. Maar die kunnen dus nog door de helft heen. Waardoor er dus in totaal vier zouden kunnen. Zo, die zit weer dicht. Maar ja, dit is dus een beetje het andere gedeelte van de stallen. Daarachter, oh, overbelichting, wauw. Dus ja, en dit de staldeur, die gaan we ook nog helemaal verven. Maar ik denk dat het wel leuk is als ik jullie daar ook helemaal in mee ga nemen. Of dat allemaal, of we dat allemaal schoon gaan maken en gaan doen. We gaan dit ook helemaal verven, want het is de hek, zeg maar. Want het is nu gewoon helemaal verroest en zo. Dus ja, ik denk dat het wel erg leuk is. Ik ga jullie nu snel de binnenkant van het huis laten zien, want anders wordt het wel een hele lange video. Dus daar ga ik nu in. En dan laat ik jullie ons huis zien. Dat is ook wel heel erg leuk. Oké, nou ik sta hier nu in het tussenhalletje tussen ons huis en het huisje van mijn opa en oma. Hier zit het huisje van mijn opa en oma. En dit is het tussenhalletje naar ons huis toe. Ja, en normaal kom je natuurlijk altijd door de voordeur. Maar ja, we hebben de katten net hierheen gehaald. En dat weten jullie natuurlijk van de vorige video. En daardoor hebben we hier een soort van sluis zitten. Dat stel dat ze vluchten uit het huis en dan komen ze hier terecht. En dan kunnen ze alsnog niet naar buiten. Dus de voordeur zit eigenlijk een beetje op slot. Dus daar willen we niet veel doorheen. Dus vandaar dat ik nu even door het tussenhalletje heen loop. Ik heb hier geen kat. Nee, Eén kat, Ferrari, die zwart-witte van ons, die is zo nieuwsgierig. Die loopt continu. Ja, je, Ferrari. Ja. Ja. Die wil continu al overal heen en overal kijken. En die heeft het hele huis al ontdekt. Maar goed, in ieder geval, oh, deze fire. Let niet op de rotsen, maar dat had ik al gezegd. Hier kom je normaal via de voordeur binnen. Daarom. En dan kom je hier als eerste in de hal terecht. En in de hal, die heeft heel veel verschillende deuren. En ja, je ziet daar onze foto's. Oh, baby Destiny en Cassidy. Ik ben die. En die. En dan dus mijn zusje. Maar ja, hier kom je dus in de hal terecht. En dan gaan we eerst eventjes deze kant op. Deze deur ben ik dus net erheen gekomen. Dan ga je dus naar die sluis, zeg maar, tussen onze huizen.
Dan zit hier naast de wc, dus niet zo super bijzonder, maar ja, het is gewoon een wc. We hebben in dit huis maar één wc. In ons vorige huis hadden we twee wc's. Dat was toch wel makkelijk als één iemand een grote behoefte aan doen moest. Ja, moest ook. Dan pakt hij gewoon de andere. Maar ja, daar moeten we dus nu mee delen. En anders kan ik altijd nog naar mijn open oma rennen. Oh, licht uit. Dit is dus een wc. Dan hebben we hier het washok. Met de wasmachines. Oh, gaat het goed? En even kijken hoor. Ja, hier staan dus de wasmachines daarna. Dat is verder niet zo heel erg bijzonder. Dat is gewoon, dat heeft elk huis wel een beetje bij de wasmachines en zo staan. Vriezer, strijkplank, dat soort dingen. Gewoon een beetje niet zo bijzonder. Niet vooruit. En dan ga je hier deze deur ernaast. Gaan we naar de badkamer. En deze is heel erg leuk. Oh, er liggen heel veel handdoeken, sorry. We hebben automatisch licht. Let niet op de handdoeken. Maar dit is dus onze badkamer. Die is best wel heel erg groot. Dit is namelijk ons bad. En dat is dus een bubbelbad, jongens. Het is gewoon echt een jacuzzi of zo. Ik weet niet precies. Maar hij bubbelt. Hij is gisteravond door mijn vader uitgetest. Hij werkt. Dus super grappig. Ja, we hebben zelfs echt zo'n trappetje omhoog. Vet chic. En ja, dan kom je hier. Is de douche. Dan heb je ook zelfs stralen die in je rug spuiten. Dus dat is ook heel erg grappig. En hier heb je dan de spiegel. En het enige wat ik niet zo mooi vind in deze badkamer is de kleur van dit. Het is namelijk een beetje bruin-roodachtig iets. En ja, ik vind het gewoon niet zo heel erg mooi passen. Want de badkamer is juist van dat mooie grijze stenen wit. En dan kom je in dat bruine. En eigenlijk het hele huis heeft dezezelfde vloer. Dus ja, ik vind het een beetje zonde. Maar goed, misschien dat we daar ooit nog wat aan gaan doen. Nu in ieder geval in het begin eventjes niet, maar daarna misschien wel. Ja, als we hier verder de hal in lopen, dan staan we hier de kast. Daar is Fire. Ja. En je komt hier bij de slaapkamer van mijn ouders. Ta-ta-ta-ta. Een licht twilightje. Dit is nu echt een rotzooi. Hè? Dus niet echt niet op letten, jongens. Normaal zijn wij niet zo van die rommelkonten die echt zoveel rotzooi maken. En dat het bijna lijkt alsof het onbewoonbaar wordt. Dat is echt niet zo. Hi. Ja. Hoe Fire. Katten zijn ondertussen trouwens al heel goed gewend hoor. Er is eigenlijk maar eentje die er echt een beetje moeite mee heeft. De rest loopt allemaal heel leuk rond. En die vindt het allemaal wel helemaal prima. Dus die doen alsof ze hier al jaren wonen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan hebben we hier de super grote kast van mijn ouders. En die loopt zo een beetje half rond. En hier binnen hebben ze echt heel veel ruimte. Kijk. Normaal hoort hier een lampje aan te gaan, maar goed. We hebben zelfs een hele uitschuifkast hier. Nou, echt zoveel bergruimte niet te doen. Dus dat is echt, ja, wel heel chill. Dit is een slaapkamer van mijn ouders. Die zit op de begaande grond. Dat is voor mijn moeder ook wel heel erg fijn. Omdat die heeft natuurlijk de nieuwe knie, dat ze geen trappen hoeft te lopen. En dat de wc ook gewoon op dezelfde etage zit. Ik laat deze trouwens even open, want die katten zitten er nog. We hebben hier de woonkamer. En jullie horen aan mijn stem waarschijnlijk al een beetje dat het heel erg galmt. Maar dat komt omdat er nog niet zo heel veel dingen in staan. Dus ja, straks als er veel meer meubelen in staan, dan galmt het niet meer zo. Dit is dus de woonkamer. Hij is niet zo groot als in mijn vorige huis, maar eigenlijk wel groot genoeg. Ja, hiervoor komt dus de bank, zeg maar. En hier iets van een televisie of zo. Ja, daar staat de tv al. En als je hier de gordijnen open doet, dan kijk je dus zeg maar hier uit op de voorkant. En daar ergens, blijf waken, daar zit de poort. Dus ik word achtervolgd door mijn katjes. En ja, hier aan de zijkant zie je dat ook. Dus dit is zeg maar de woonkamer. En hier komt waarschijnlijk ook een kast en een tafel, zeg maar, waar we even stil aan kunnen eten. Hier zie je het nog een keertje. De zijkant. Tada, picknicktafel. Hele rattenplan erbij. Wat ik heel erg mooi vind, is dat eigenlijk de muur is een beetje hier in de woonkamer, hier in de hal, die half om half een wit. En dat wat het hier is. Maar hier is de muur een soort van, beetje een grijs tintje. Lijkt een beetje grijsblauwig. Ik vind het wel heel erg tof. En wat ik heel erg gaaf vind is dat in het hele huis zitten dat soort dingen. En dat noem je volgens mij ornamenten. En dit hele huis is anderhalf jaar terug of zo. Ja, is het helemaal gerenoveerd. Maar het officiële huis is echt al ergens in, ik weet het precies het jaar niet meer. Volgens mij was het ergens rond 1939. Als het niet zo is, dan moet mijn vader maar vier onder het andere aantal zetten als hij dat edit is. Want ik weet niet precies. Maar vandaar dat dat soort dingen er nog in zitten. Dus dat vind ik ook wel heel erg cool. Maar het is zo ver gerenoveerd dat er zit zelfs vloerverwarming en alles in. Maar ja, de vloer vind ik echt heel vet. Trouwens, nou dan komen we hier in onze gigagrote woonkeuken. En je lampen staan nu aan, zodat het een beetje rood licht is. Hallo, Fire!
ze willen zoveel aandacht. We hebben hier al een grote kassa. We weten niet of die daar blijft staan. Moeten even kijken. Nou, hier de tafel. Moet hier niet schrikken van de rotzooi. Want er liggen heel veel verfspullen en zo. De trap staat ook midden in de keuken. En dan is dit onze grote woonkeuken. Echt super tof. Ik vind dit dus wel echt heel gaaf, deze keuken. Hij is ook echt heel groot. Hier daaronder zit het. Hier zo'n glazen ding. Dan hebben we hier nog de magnetron staan. Die hebben we nieuw. En dan kijk je hier naar buiten. Kijk je dus op de tuin. En dit liet ik in die vorige video ook zien. En daar zitten dus zeg maar de stallen achter. Dus daar kijk je hierop uit. Dus ja, dit is onze gigagrote woonkeuken. We hebben echt vet leuke handdoekhangers. Dus paardenhoofdjes. En hier hebben we de kast. Dit is een voorraadkast, een van de. En wat ik net zei over dat we plakken met dat folie aan de andere kant bij mij opgenomen. Dat heb ik hier dus ook gedaan. Hier alleen met een ander kleurtje. Dus ja, daardoor, want deze planken waren ook heel vies. Die waren zeg maar een soort van dat bruine hout. En er zaten allemaal vetvlekken in, dus dat zag er niet uit. Dan komen we hier in het halletje met de trap. En hier zit de kattenbak en zo. Ik weet nog niet of dat blijft staan. Dan hebben we hier nog zo'n voorraadkast. Deze planken zijn best wel mooi, dus ik denk niet dat we daar iets aan gaan doen. Misschien ook wel. En dan gaan we hier naar boven met de trap. En ja, dan gaan we nu naar de slaapkamers van mijn zusje en mij toe. Even kijken, hier is de andere kat als het goed is. Kijk, deze. Hi! Deze heeft het er wel ietsjes moeilijk mee, de verhuizing. Die andere drie die lopen allemaal een beetje rond. En deze komt, als mijn moeder straks weer terug is, komt die denk ik ook wel naar beneden. Want hij is best wel met mijn moeder, deze kat. Maar ja, hij vindt het allemaal best wel een beetje spannend. Ik had het ook wel eerlijk gezegd van deze verwacht. Maar het gaat, het gaat. Het is niet, hij ligt wel veel hierboven. Hoi! Maar het gaat gelukkig. Hier hebben ze een soort overkappertje met hun eten. En als we dan verder omhoog gaan met de trap, dan komen we hierboven. En dan hier hebben we het eerste deurtje, die zit zeg maar recht tegenover de trap. En dit is gewoon nu eventjes een soort opbergplek, maar dit wordt het kantoortje van mijn vader, een klein kantoortje. Hier stond eerst een solarium, zo'n zonnebank, niet een solarium, dat is voor paarden, een zonnebank. Maar daar was deze kamer omheen gebouwd, dus er was gewoon geen optie dat dat ding heel naar buiten kon. Dus die heeft mijn vader helemaal uit elkaar gehaald en uit het raam gegooid vanuit mijn kamer. Ga je mee even heen? Kom maar. Oké, dan doen we eerst even de kamer van mijn zusje. Kom maar. Doe ik deze dicht. Dan gaan we nu hierin. Let niet op de rotzooi. Oh, ze zijn gelijk het gras even voor aan het maaien. Lekker makkelijk. Dit is de kamer van mijn zusje. Het is niet een super grote kamer, maar hij is wel heel cute. Ik vind dit aan de wanden hier vind ik ook wel heel erg leuk. Zij kijkt dus hier ook weer uit op de voorkant. En op het hek en zo. En hier aan de zijkant heeft ze dan nog een ik loop overal tegen een raampie. En haar bed komt dan zeg maar, ik denk, hier er zo onder het raam. Dus dat is wel heel erg tof. En zij heeft hier ook een echt een gigagrote kast. Kijk. Tadaa. En aan de andere kant de helft ook nog helemaal. Ik doe hem even snel dicht, want dan spiert mijn kat erin. Dan krijg ik hem er niet meer uit. Zo. Oeh, kom maar. Nou, dan gaan we nu naar mijn kamer toe. Die is hier. Deze kamer is ietsjes groter dan die van mijn zusje. Eigenlijk, ik wilde graag deze kamer. Mijn zusje wilde graag de andere kamer. Dus we hebben geen eens hoeven vechten om de kamers. En dit is die van mij. Ik heb ook dat schuine terug in mijn dak. Maar hij is gewoon wel ietsjes groter. Hier kijk ik ook weer voor eruit op de fontein en op de voorkant. En hier aan de zijkant zie je zeg maar het huisje van mijn opa en oma, het dak. En hier zie je stallen. En ik kan dus daar. Ik kan dus achter het weiland een beetje inkijken. Het is niet echt zichtbaar op camera, maar het kan wel. En ja, hierachter heb ik dan dus drie van die grote platen. En hierachter zit mijn kast. Die zal ik zo even laten zien. Ja, dit wordt dus mijn kamer. Dus ja, ik ben super benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik ga er niet heel veel aan verven, want ik vind het eigenlijk wel mooi dat wit. En ik heb rolgordijnen in een soort van, volgens mij zijn ze... ja, wat kleur het is volgens mij. Een soort van grijsachtig. Oh, ik heb wel heel erg slecht licht. Een soort van grijsachtig iets. Dus die moeten er nog opkomen. Dus ja, dat was een beetje mijn kamer. Ik zal nu nog even mijn kast laten zien. Oké, nou, ik had nog wel even mijn kast laten zien. Het is nu ietsjes later. Ik film dit stukje ietsjes later dan de rest van de video. Dat zien jullie denk ik ook aan het licht dat hier is nu. Maar
Ik moest dus straks tussendoor eventjes wat doen, waardoor het allemaal even wat uitgelopen was. En toen, nou ja, toen dacht ik, dan doe ik het vanavond wel. Ja, ik sta dus nu hier voor mijn kast. En ik wil hem even laten zien. Ik heb aan deze kant hier allemaal vakken in het midden. Het is dus echt best wel een hele grote kast. En ja, daar aan die kant ook. En aan deze kant heb ik wat anders. Even open doen. Het zijn dus van die schuifluiken. Dit had ik ook in mijn vorige huis. Dus dat is wel grappig. Niet een kast, maar wel een ander ding. En hier heb ik wat liggen. En dat zal ik zo eventjes laten zien. Maar hier heb ik dus in ieder geval een rek waar ik spullen aan kan oppakken. Mijn vader is ondertussen dingen naar boven aan het tillen hier. Dus dat is het geluid dat jullie horen. En hij stoot weer eens tegen mijn deur aan. Want hij maakt alles kapot hier. Dus oké. Maar ja, ik had hier wel dat ik die eventjes zou laten zien. En deze heb ik namelijk nieuw. Deze deken. Deze deken die is eigenlijk later geleverd dan de rest van mijn dekens. Omdat die nabesteld moest worden of zo. Ik weet niet eens meer precies. Maar ik ga deze deken eventjes eruit halen. En laat ik hem eventjes aan jullie zien. Oké, nou ik heb hem hieronder eventjes uitgelegd. En ja, dit is dus mijn nieuwste deken die ik heb gekregen. En ik ben er echt super blij mee. Dit is de Celtic Stable. En dat betekent dat het dus een staldeken is. Dus het is geen eentje waar ze echt mee buiten lopen. Maar dit is dus een staldeken. En ik had al een staldeken voor Mojito. Namelijk de Quilt. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook wel de bedoeling dat er straks een paard komt. Dus ik bestelde er ook eentje in paardenmaat. Ja, hij lijkt nu een beetje pony, maar dat komt omdat ik het onderste deel nog niet helemaal uitgevouwen heb. Maar ja, dit is dus de Celtic Stable deken. En deze deken, die heb ik dus in de kleur met die ruitjes. En deze kwam er ook in donkerblauw. En ik wilde eigenlijk eerst donkerblauw. En toen dacht ik, nee, ik heb eigenlijk best wel heel erg veel standaard dekens. En ik vind dat ruitjes toch ook wel wat leuks hebben. Het is weer wat anders, wat nieuws. Dus ik dacht, nou dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Mijn moeder houdt er niet zo van, maar ik vind hem eigenlijk wel heel erg tof. Dus heb ik gewoon voor die ruitjes gekozen. Ik zal hem nog even hier aan de onderkant openvouwen. En hij is aan de buitenkant heel stevig. Sowieso alle dekens van Bukas zijn aan de buitenkant super stevig. Er is eigenlijk nog geen enkele deken van mij van Bukas die kapot is. Terwijl eerdere dekens die ik had dat vaak wel waren na een tijdje. Ja, en aan de binnenkant heeft hij dus stay dry. Wat betekent dat hij op een nat paard opgelegd kan worden als het paard nat is of als hij zweet. En hij heeft dus eigenlijk een beetje dezelfde werking als een zweetdeken. Aan de achterkant heeft hij bilfcord. En er zitten, even kijken, bij de buik zitten de koorden. En aan de voorkant heeft hij weer zo'n top magnetische sluiting. Die zit hier. Ja, dat vind ik echt een super chille sluiting. Die en ook weer met zo'n kliksysteem en daaroverheen het klittenband. En ja, er kan ook eventueel een hals op, dus ik vind het echt een hele mooie deken. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe die straks bij het paard gaat staan, maar dat gaan we binnenkort denk ik uitvinden. Oké, nou ik sta hier nu weer in ons hal, waar je binnenkomt van onze deur. En dit was dus een beetje ons huis. Zoals jullie zien moet er nog wel echt wel wat gebeuren, wat dingen. Het is wel echt, het is niet dat aan het huis zelf nog heel veel dingen moeten gebeuren. En misschien nog wat andere kleurtjes qua verf of zo. Ferrari. Maar niet hele grote dingen die gerenoveerd moeten worden ofzo. Dus dat is wel echt super chill. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een leuke video vonden. En ja, dat jullie het ook allemaal leuk vinden, dit huis en zo. Ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal gaat worden. Maar ja, ik ga het dus gewoon helemaal meenemen. Ook als ik de stallen ga spuiten en allemaal dat soort dingen. Ik denk dat dat wel leuk is om te filmen. Geef deze video in ieder geval eventjes een duimpje omhoog. En wil je nou nog de vorige video zien, check dan even deze video of deze afspeellijst. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!